Gert, een hele snelle etappe, net 300 kilometer. Ja, weinig te winnen en hopelijk ook niet te veel verloren. Nou, iets verloren met een waypointje. In het begin missen we een waypointje, waren we iets aan het afkutten, zoals wij dat noemen. En dat was wel een goede kut, maar we kwamen niet in het waypoint terecht. Dus moesten we een paar rondjes draaien. Een minuutje of vijf verloren, dat is jammer, want op zo'n snelle proef van maar 300 kilometer, nek je dat direct als je het begin al vijf minuten verliest. Ja, met snelheid erboven, 120 km per uur, gemiddeld. Kamaz, de eerste, zat rond de 120 gemiddeld. Ja, ongelooflijk snel. Ja, gaat nergens over. En dan ook nog in canyons waar dikke keien liggen, waar je in stof zit. Ik heb ook veel in stof gereden van Hino en van Kees Kolen. En dan met die hoge snelheden en dan één kei. En het is fataal. Dus ja, het zit zo dicht bij elkaar. En dan kom je aan de finish en dan zie je weer 12e plek. En dan op 15 minuten denk je, ja, weer niks gewonnen. Van de andere kant, je kunt wel, wat ik al zeg, je kunt wel veel verliezen. Want als je wel zo'n kei raakt, dan heb je of een bandenwissel of nog meer schade. Dus daar zijn we wel gelukkig wel van gevrijwaard gebleven. Maar de proeven zijn te snel op dit moment. En het ligt te dicht bij elkaar om nog verschil te kunnen maken. Ja. De laatste dag zal geen zware zijn, maar de komende twee dagen. Vandaag is een etappe om weer even aan te sluiten voor iedereen. Gaf Castria aan, maar die komende twee dagen kan nog wel interessant worden. Ja, nou ja, we moeten zorgen dat we in die top 10 blijven. Want met die stoffige benden scheelt het natuurlijk wel als je lekker vooraan mag starten. Dus gewoon morgen weer voor gaan zitten in die top 10. En ik heb nog iets goed te maken. Ik wil eigenlijk nog twee personen voorbij, dat is het doel. En dan moeten we wel gas geven en niet van deze kleine foutjes hebben, zoals dat navigatiefoutje. Maar dat nekje en dan halen we het niet. We moeten nog, we staan 14e. Ik moet zorgen dat ik op eigen kracht naar 12 kom. En dan zien we wel wat er voor de rest gebeurt. Pascal, een hele snelle etappe, maar toch vier plekjes goed kunnen maken. Ja, ik mocht eerder starten als Gert. Dus ik hoefde niet op te letten of hij stil stond. Dus ik startte achter Mitchell van der Brink. Zijn vader zat ervoor. En daarvoor zat volgens mij Richard de Groot. Hadden we eerst Richard de Groot vrij snel te pakken, maar ja, die had iets met zijn voordif, geloof ik. Ja, die moet iets rustiger rennen. Ja, volgens mij wel. Maar ik rook ook heel erg zijn remmen, dus ik denk dat hij niet helemaal blij was. En ja, dat was alleen maar plank gas eigenlijk. 95% kon je alleen maar, zat je gewoon in de snelheidsrestrict, hoor. Aan het einde kregen we duinen, kon ik iets op Mitchell en de rest van de Ivecos inlopen. Dat vond ik eigenlijk wel, dat viel me wel mee. Dus aan het einde zag ik dus eigenlijk, omdat er niet zoveel stof zat, dat ik eigenlijk niks verloren was, maar dat ik eigenlijk nog precies op dezelfde hoogte zat. Die Iveco's zijn snel, hè? Ja, maar vandaag viel het wel mee. Ik denk dat we wat lager zitten en dat is beter voor onze motoren. Dan gaat de uitlaatrestricten gaat minder snel in de restrictie. Toen zijn we samen de neutralisatie ingereden en daarna kon ik hem vrij snel pakken. Toen een half uurtje later kon ik die Tsjech pakken met die Tatra, ik weet even niet zijn naam. Toen gingen we de duinen in, maar omdat de zon helemaal al boven ons stond, had je geen schaduwwerken. En daar heb ik eigenlijk wel een duin over het hoofd gezien, of een gat, van een metertje 4 diep. En toen klapte het wel heel hard in. Alle drie hadden iets last van de rug, maar even alles nagekeken en wel doorgereden. Truc oké? Ja, tot zover als het eruit zag, was het wel oké. En toen stond volgens mij Janus langs de kant met een lekke band. Dus toen hadden we er in totaal de 4 te pakken. En toen zijn we plat op stuur naar de finish gegaan. En toen waren we 10 van 10. Ja, ik denk op zo'n dag als dit is 4 plekken is vrij. Kun je tevreden mee zijn? Ja, daar kun je tevreden mee zijn, denk ik wel, ja.